ben een ervaren duiker. Ik heb een zware rugoperatie gehad die zorgde dat ik mijn benen geen kracht meer had of heel weinig kracht had. En een stuk van mijn revalidatie is ook eigenlijk hier. Door het zwemmen kan ik mijn benen ook aansterken. En dan ja, is er maar één echte duikclub waar je zowel met mensen met een beperking en ook de valide duikers samen duiken. En ik wil eigenlijk van de twee walletjes eten. Ik wil eigenlijk inderdaad nog bij de andere groepen horen ook. En dan ben ik hier in open armen ontvangen. Water valt het voor mij nog echt wel goed mee. Kan ik nog wel grotendeels mee met de rest. Maar ja, het stappen en het frisse sleuren naar het water. En dat is gigantisch als je ziet hoe de begeleiders met ons begaan zijn. Die mensen die verdienen meer dan een applaus. Je ziet iemand lopen of je ziet iemand rijden. Er is een verschil. Ja? Je kunt er niet naast kijken. En dat heb je niet onder water. Onder water zijn we ook vrij. Wij zweven ook. Een gevoel van gelijkheid. Want vanaf het ogenblik dat wij in het water gaan, zijn wij als duiker gelijk aan een valide duiker. Voor mij persoonlijk is dat effectief zo dat er onder water geen verschil is. Door het feit dat ik weet wat duiken is, is dat zo leuk om terug de simpele duiken te doen, terug onder water, terug een visje tegenkomen. Het was zo mijn passie dat ik hier nu terug de eerste stappen zet naar het onderwaterleven, wat toch zo mooi is.